Owen, een goeiemorgen. Een goeiemorgen, Iwan. Goeiemorgen, luisteraars. Ja, ik heb het niet gehoord. Ik heb Belfort niet gehoord. Maar jij zegt verontrustend. Ja, dat is het al een tijdje, hè? Dat is het al een tijdje. En ja. Dan heeft hij wel een punt, hoor. Ja. Edward Belfort. En, alleen, ja, hoe hij dat vorm gaat geven, zijn oppositie, zijn bezwaren. En hij heeft het extra moeilijk, hè, Edward Belfort. Want hij moet niet alleen tegen de regering, maar ook in zijn eigen partij, de ABOB, ligt hij onder vuur. Natuurlijk, maar daar heeft hij het ook over gehad. Oh, daar heeft hij, oké. Dus dat wordt heel, heel moeilijk voor hem. Maar goed, laten we kijken. Ik hoop het beste, want Suriname gaat gewoon niet goed. Dat nee. Is voor iedereen. Er is in Nederland een regeerakkoord. Hebben we lang op moeten wachten. Ja. Ja. En kun je aan de luisteraars vertellen een aantal zaken die in dat regeerakkoord staan? Een aantal opmerkelijke zaken. Ja, Iwan. Als je het precies wil zeggen, dan moet je zeggen een coalitieakkoord. Want we hebben nog geen regering. Hè? Dus het moment waarop dus de formateur aan het werk gegaan is en afgerond heeft zijn ministers, dan hebben we een nieuwe regering. En die gaan van dit coalitieakkoord, maken ze een terminologie kwestie hoor, een regeerakkoord. Hè? Maar goed, Iwan, het opmerkelijke van dat coalitieakkoord is dat de miljarden vliegen je om de oren. En ik heb zo het vermoeden dat Rutte, want de nieuwe regering wordt Rutte 4, dat hij royaal, de VVD, royaal is met de miljarden die Nederland de afgelopen tientallen jaren heeft opgespaard. Dan komt weer het belangrijke ding, Suriname. Zorg dat je altijd spaart, een buffer hebt. Spaar- en stabiliteitsfonds, zeggen we vaak in Suriname. Hier in Nederland precies hetzelfde. Want als je in goede tijden spaart, dan kan je wat je gespaard hebt in moeilijke tijden, tijden van crisis, mooi gebruiken om uit die crisis te komen. En dat is precies wat Mark Rutte nu, VVD, heeft gedaan. Ze hebben gestrooid met miljarden. Bijvoorbeeld, Iwan, er gaat 35 miljard, wil je je voorstellen, 35 miljard naar klimaattransitie. Je weet, we moeten naar duurzame energie. Dingen die CO2 uitstoten, die moeten dus worden afgebouwd. 35 miljard klimaattransitie. 25 miljard daarbovenop naar landbouwtransitie. Je weet, Iwan, de boeren hier zijn veel te veel boeren. En een van de grote problemen is het stikstof, wat zo'n boerderij met koeien en noem maar op, uitstoot. Dus kortom, dat moet veel minder om die klimaatdoelstelling te halen. Even ter herinnering, want de klimaatdoelstelling is in 2050 moet Nederland klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen, alle CO2-uitstoot en andere stoffen moet je in Nederland zelf compenseren. Dat betekent dat je dus over moet gaan naar klimaatneutrale energie. Zonne-energie, wind, waterstof. Dus kortom, Iwan, dat is dus eigenlijk de les die ook Suriname moet leren. Ja, sparen, sparen, altijd sparen. Want, wat wij weten, Iwan, dat weet ook iedereen zo zoetjes aan, om de 6 à 7 jaar krijg je een crisis. Eigenlijk wereldwijd, overal. Dus als je dat weet uit de ervaring, dan moet je altijd zorgen dat je tegen de tijd dat er weer zo'n crisis komt, 6, 7, 8 jaar, dat je genoeg gespaard hebt om uit die crisis te komen.
die filosofie moet je vasthouden, Iwan, want Suriname heeft dat dus de afgelopen tientallen jaren niet gedaan. Zeker niet de afgelopen 10 jaar. En onder Felizaan wel, een beetje, maar daarna helemaal niet meer. Dus kortom, de filosofie is heel duidelijk, zorg ervoor dat je spaart. En, dan kom ik straks bij Suriname ook nog weer erop, systemen moet je veranderen. De meeste bestaande systemen die we hebben, eigenlijk gewoon nationaal in je hele land, je moet voortdurend innoveren, je moet voortdurend vernieuwen. Want als je dat niet doet, stilstand is achteruitgang, zeggen we wel eens. En dat is gewoon zo. Hè? Dus als je niet meegaat met de nieuwe ontwikkelingen, raak je achter. En je bevolking groeit, iedere bevolking groeit. Dat betekent dat je productie per hoofd van de bevolking, als je niet groeit, achteruit gaat, omdat er meer mensen dezelfde productie moeten verdelen. He, dus kortom, dat is heel belangrijk. En er is één heel belangrijk ding, Iwan, voor ons allemaal, namelijk in 2030 moeten alle, let op, alle nieuwe auto's, want moeten zeg maar CO2 neutraal zijn. Dat wil zeggen, ze mogen geen CO2 meer uitstoten. Nieuwe auto's. Want er was een keer een mededeling, een beetje foute mededeling, toen werd gezegd alle auto's. Nee, niet alle auto's. Alle nieuwe auto's. In 2030 geen CO2 meer uitstoten. Dus elektrisch, waterstof, windenergie, nou zie ik geen auto rijden, maar in ieder geval, anders halen we die uiteindelijke klimaatdoelstelling 2050, klimaatneutrale wereld, anders halen we dat niet. En waarom is het belangrijk dat we het halen? Om te voorkomen dat de aarde meer dan 1,5 graden opwarmt. Als we dus niet dat klimaatbeleid consequent voeren, dan gaat de aarde gigantische problemen krijgen, overstromingen, aardbevingen, kortom van alles en nog wat. Dus willen we dat voorkomen, dan moeten we met z'n allen klimaatneutraal zijn als land in 2050. Dus ook Suriname. En nou goed, en dan maken we zo dat bruggetje naar Suriname, Iwan. Want misschien kun je nog herinneren, Iwan, nog even een klein dingetje van Nederland. Nog even een klein dingetje van Nederland. Iwan, ik heb wel eens in andere uitzendingen van Radio Tamara uitgelegd dat ik dus sommige dingen gewoon niet begrijp hier in Nederland. Een van die dingen is, je weet, we zeggen sinds jaar en dag, zeggen wij, we hebben de ministers en we hebben staatssecretarissen. Vanaf het begin heb ik het een keer ook met Den Uyl over gehad, de vroegere PvdA-leider, toen ik actief was in de PvdA. Maar waarom zeg je staatssecretaris? Dat is een term overgenomen uit Amerika, Secretary of State, de minister van Buitenlandse Zaken wordt zo genoemd. Maar dat geldt niet voor de Nederlandse verhoudingen. Dus ik heb altijd gepleit voor schaf af staatssecretaris, voer in onderminister. Het is zo helder als wat. In een nieuwe politieke cultuur is helderheid essentieel. Zeg precies wat je bedoelt. We hebben ministers en we hebben onderministers. Ik heb het ook geadviseerd aan Sylvana, als je kans krijgt, zeg in de Tweede Kamer, mensen begin met die nieuwe politieke cultuur met een paar kleine dingen die heel helder zijn af te schaffen. Schaf af staatssecretaris en voer in onderminister. Dus ik ben benieuwd, Iwan. Maar goed, eigenlijk voor mij is dat een teken, als je die oude term staatssecretaris blijft houden, dat je niet serieus bent met het maken van een nieuwe politieke bestuurscultuur. Ik bedoel, want je gebruikt termen die geen hond begrijpt.
Ik weet zeker, als je op straat op de markt loopt en je vraagt aan mensen, meneer, mag ik u wat vragen? Weet u wat een staatssecretaris is? Dat ze gelijk zijn van, oh ja, even kijken, wat was het nou weer? Nou, dat is al fout. Als je een term noemt, minister, onderminister, zegt iedereen, ja, dat is iemand die onder die minister komt. Nou, klaar. Dus kortom, Iwan, weet je, we moeten naar een nieuwe bestuurscultuur hier in Nederland. Ook in Suriname, maar hier in Nederland. En aan een heleboel dingen merk je dat ze, Rutte met name, maar ook de anderen, eigenlijk niet goed weten hoe ze dat moeten doen. En mijn advies zou dan zijn, koppel de nationale ombudsman aan een minister. Er komen meer ministers, want de taken van de huidige minister zijn te zwaar voor één minister. Dus er komen één of twee of drie nieuwe ministers. Ik zou pleiten, tenslotte, Iwan, om projectministers te benoemen. Dat zijn ministers die een project krijgen om af te wikkelen. Aardbevingsschade Groningen. Toeslagenaffaire. Dit soort grote maatschappelijke problemen die de maatschappij heeft met de politiek. Een aparte coördinerende minister en die projectminister moet ervoor zorgen dat alle andere ministers snel oplossingen voor die grote problemen maken. Ik ben benieuwd. We zullen zien of dat die kant op gaat. En pragmatisch. Men moet pragmatischer worden. Nou ja, dat is overal eigenlijk. Je hebt het nu gehad over de regering in Nederland die nog niet gevormd is, maar op het punt staat eigenlijk de werkzaamheden te hervatten. Ja. Oké, laten we eens gaan kijken naar Suriname. Ons geliefd Suriname. Ja, Iwan, je weet... Jij noemt het een land en volk van gemiste kansen. Ja, Iwan, weet je waarom ik zo stellig dit soort dingen zeg? Heel vaker ook bij jou. Iwan, ik heb een geweldig leuke combinatie van functies gehad de afgelopen 30, 40 jaar hier in Nederland. Namelijk, ik was ambtenaar, juridisch adviseur, coördinator, beleidscoördinator en etnische groepenbeleid. En ik zat in de politiek, PvdA, ook in het hoofdbestuur van de PvdA. Je weet, Iwan, ik heb ook nog twee keer meegedaan door de Tweede Kamerverkiezingen en net niet gelukt. Nou, net niet gelukt. Maar goed, men vond dat ik Aaron en Lashvon te veel steunde. En ik heb toen gezegd, nou sorry, ik steun geen enkele andere club dan mensen die gekozen zijn door hun volk. Dus ik steun de militairen niet. Nooit niet. In geen enkel land niet. Dus, maar goed. Iwan, maar dan komt mijn probleem met Suriname. Kijk, ik zeg altijd tegen Surinaamse mensen... We zeggen soms dingen waarvan als je goed nadenkt, daar is het eigenlijk niet goed. Want wat zeggen we? Als je aan een Surinaams kind vraagt, of een persoon, wat zijn de natuurlijke hulpbronnen van Suriname? Dan beginnen ze. Bauxiet, goud, hout, landbouw. Dan zeg ik... Hé, je bent verkeerd begonnen. Oh, hoezo? Je moet als eerste zeggen, de eerste en belangrijkste natuurlijke hulpbron is je bevolking, het volk. Oh, want zonder het volk heb je niets aan goud, hout en karkoen. Ja, eigenlijk wel. Nee, het is gewoon zo. Waarom til ik zo zwaar aan dit soort dingen? Namelijk, daarmee heb je een mindset, de manier van denken, je eigen gemaakt, die niet klopt.
je bevolking is je belangrijkste eerste natuurlijke hulpbron. En daar moet je zuinig mee omgaan, die moet je koesteren, die moet je goed opleiden, die moet je goed ontwikkelen, volksontwikkeling. En die moet je goed inzetten om te presteren en te produceren. Dat is het verhaal. In Suriname zijn we dus massaal verkeerd op het verkeerde been, want we beginnen met goud en hout en bauxiet. En die bevolking laten we eigenlijk een beetje achteraf bungelen. Dat doen we met de bevolking in Suriname. En dat doen we met de bevolking van Suriname in het buitenland, de diaspora. En Iwan, ik had het je ook wel eens verteld. Ik heb tijdens de verkiezingscampagne, heb ik Santokki geadviseerd. Nou, geadviseerd, we hebben app-contact, hè, dus ik heb hem geappt voor de verkiezingen. Ik adviseer je om van het voetballen speerpunt te maken, diaspora-beleid, voetballen, als eerste te ontwikkelen. Dus alle energie, heleboel geld stoppen in voetballen. Voetbal is een internationale industrie, ook zoiets. Brazilië heeft, het voetballen heeft Brazilië op de wereldkaart gezet. Dat weet iedereen. Het voetballen had ook Suriname op de wereldkaart kunnen zetten. Want Suriname heeft geweldige talenten. Iwan, ik weet niet of jij wel eens in Suriname, waar scholen, schoolkinderen voetballen. Daar lopen de jongens bij, Iwan. Goddelijke talenten. Als je die jongens oppikt, 11, 12, 13 jaar. Je coacht die mannen, je vormt die mannen. Dan heb je, my boy, dan heb je echt. Nou, dan heb je dus net als Brazilië een voetbalindustrie heeft, had Suriname een geweldige voetbalindustrie kunnen opbouwen. Suriname heeft het niet gedaan. Dus je hebt sterker nog, er zijn fantastische voetballers uit Nederland geweest. Die geprobeerd hebben daar zo'n voetbalschool van de grond te krijgen. Ja. En die hebben ze geweigerd, ze hebben ze weggejaagd. Ja. Meneer Seedorf bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja. En Iwan, je moet echt een keer overdenken. Je moet een keer overdenken om Clarence Seedorf naar de studio te halen. Dat je even rustig, al is het maar een uur, maar zelf anderhalf, maar van mij twee uur, hele uitzending, met hem praten over zijn ervaringen met Suriname. Niet verwijtend, maar dat we de leringen uit kunnen trekken. Ja? Ik hoef niemand te vertellen hoe onze voetballers, onze diaspora voetballers, over de wereld gaan. Ik heb aan president Felician een keer geadviseerd, benoem 3, 4, 5, 6, 7, 8 goodwill ambassadeurs van Suriname. Dat zijn mannen en vrouwen, ook in Suriname, maar ook in de diaspora, die over de hele wereld bekend zijn, beroemd zijn, optreden. Ik heb voorgesteld mensen als Seedorf allang goodwill ambassadeur hadden moeten zijn. En nog meer van die jongens, hè, van die Surinaamse topvoetballers. Hè. Artiesten, Oscar Harris, Denise Janna. Je had allang goodwill ambassadors van Suriname moeten hebben. Want deze mensen reizen de hele wereld rond. Deze mensen kunnen voor een groot deel zorgen dat investeerders uit de hele wereld in Suriname komen investeren. Maar dat doe je niet, Felician heeft het toen niet gedaan. En ik kan me nog herinneren dat Denise Janna had een tournee in Zuid-Afrika. Net op het moment waarop Suriname een ambassadeur had benoemd in Zuid-Afrika, Edward Braafheid. Die ken ik, mijn mattie,
Want ik was zijn adviseur toen hij consul-generaal was in Amsterdam. Dus ik belde Denise Jana. Oh, wat leuk, zegt Denise Jana. Dus ik heb die twee bij elkaar gebracht. Denise Jana met de consul, met het nieuwe Surinaamse ambassadeur Edward Braafheid in Zuid-Afrika. En Edward belt me op. Hij zegt, hey, Denise is goed hoor. Ik zeg, hoezo? Hij zegt, ze had een optreden in Zuid-Afrika. Ik ben er naartoe gegaan. Dat is een nieuwe ambassadeur van Suriname. En ze heeft mij in het zonnetje gezet. Voor een hele zaal. Kijk, dat bedoel ik nu. Ja? Karel Seedorf is bezig in een van die Arabische landen samen met een partner. Ook met een project. Kijk hoe onze, in dit geval, diaspora voetbaltalenten, hoe die internationaal bezig zijn. Maar je waardeert het niet, je benoemt het niet, je ondersteunt het niet, wat zij ook voor Suriname willen doen. Suriname raakt achter en is inmiddels het derde armste land van Zuid-Amerika. Wie had dat ooit gedaan? Ja, Suriname. Goed, je zegt dat wel, ja. Maar wanneer het in het voordeel past van bepaalde regeerders in Suriname, ja, dan halen ze wel mensen erbij die een bepaalde bekendheid hebben. Internationaal, in elk geval in Europa. Ja. Ik wist niet dat meneer Santokki en de zijne Patrick's Catering vanuit Nederland meegenomen had naar Dubai. Ja, wist ik ook niet, maar ik vind het geweldig natuurlijk, hè. Het is geweldig. Alleen, zeg ik, dit hadden jullie liever te laat dan nooit, hè, wat Patrick Catering betreft, ook mijn mattie, liever te laat dan nooit, maar dit had je al veel eerder en veel vaker moeten doen in alle sectoren. In dit geval de catering, ja, maar dan kan je nagaan, Iwan. Dus mijn ontmoeting met Patrick van de catering was, hij liet mij een album zien waarin hij geketerd had voor Rijkaard, Gullit, in Italië, overal. Ik zeg, hé, hey, geweldig man! He? Nou, dus toen heb ik hem voorgesteld aan Patrick Catering, aan de Surinaamse ambassadeur in Brussel. En toen belde hij me op, hij mocht komen cateren ook in Brussel. Geweldig! Ja? Dus kortom, Iwan, Suriname, land en volk van de gemiste kansen. Suriname heeft, ik zeg het altijd zo, Suriname heeft geweldige verborgen talenten in zijn diaspora, maar ook in de Surinaamse bevolking in Suriname. Geweldige talenten. En Suriname doet er alles aan om die talenten zo verborgen mogelijk te houden. Da inodoro. Dan ga jij het dus niet redden. De kansen die je hebt om via je eigen bevolking, inclusief de diaspora, en diaspora Nederland, diaspora Amerika, diaspora voormalige Antillen, gigantisch potentieel. Je gebruikt het niet, want je hebt geen diaspora-beleid. Alles wat je doet als regering, niet alleen als regering hoor, maar iedereen, alles wat je wilt doen, moet je een beleid voor hebben. Visie, ambitie en op basis daarvan een beleid ontwikkeld, vastgelegd in een beleidsplan en uitvoeringsregels. Als je dat niet hebt en dat doet Santokki nog steeds niet, het diaspora-beleid vormgeven, inhoud en vormgeven. Dat doet hij niet, want hij heeft beloofd directoraat diaspora-zaken en hij komt er niet mee, maar hij blijft zeggen het komt. Dus dan zeg ik, ja, maar wanneer dan? Step by step, zegt hij dan. Allemaal van die dingen waarvan ik denk, beste Jan, je gaat het zo niet redden. En hij heeft het al extra moeilijk gemaakt voor hemzelf, de president, door geen Bromtje Jari-beleid te ontwikkelen.
Bromtigari-beleid, Ivan, dat is afspiegelingsbeleid. Al die groepen moeten zich herkennen in alles. Dat is eerlijk delend beleid. Dat is diaspora-beleid. Ja, je hele volk moet je betrekken. Trouwens, dat ook even ook gezegd, hè? Hier in Nederland een keer bij Kwaku Festival, bij Gili Koster. Hij zegt, als ik president word, ga ik diaspora-beleid ontwikkelen voor ruim 1 miljoen Surinamers. Hij heeft beloofd dat directoraat, hij komt er niet mee. En dan zeg ik terug naar ons punt, Iwan, we hebben een probleem. Suriname heeft een gigantisch probleem. Al 46 jaar sinds de onafhankelijkheid. We koesteren niet wat we hebben. We hebben zoveel. Niet alleen grondstoffen en noem maar op. Maar zoveel in ons volk. Je kan wat voor wetenschappelijk ding ook noemen. Je kan Karkong. Er zijn Surinamers die daarin bekwaam zijn. Geweldig sporen verdiend hebben. Ja? Weet je nog, Iwan, en dat zeggen we, en dat hebben we altijd gehad volgens mij. Want weet je nog dat we heel vaak tegenkomen, de man die iets met schoenen heeft uitgevonden, Mat Seliger. Moet je nagaan, daar praten we over geloof ik 100 jaar geleden of 200 jaar geleden. Dus kortom, Suriname. Het grootste probleem van Suriname is, wij erkennen niet en waarderen niet wat wij in onze bevolking hebben. We mobiliseren niet wat we in onze bevolking hebben om het totale land en het volk naar grotere hoogte te brengen. Maar we willen het ook niet, Iwan, we willen het ook niet. Want als ik dan pleit, al zo lang, neem nou een voorbeeldland en neem nou Singapore. Waarom zeg ik dat? Singapore is in 30, 40, 50 jaar uitgegroeid van een klein arm ontwikkelingsland, net als Suriname, naar een topland in de wereld. En toen een Europese journalist aan president Lee, inmiddels overleden, van Singapore vroeg, hoe hebben jullie dit land van een klein arm ontwikkelingsland in 30, 40, 50 jaar opgebouwd naar een topland in de wereld? Toen zei premier Lee van Singapore tegen die Europese journalist, heel eenvoudig. Premier Lee zei tegen die Europese journalist, als jullie in Europa een probleem hebben, een groot probleem hebben, dan stellen jullie een commissie in. En als wij in Singapore een groot probleem hebben, lossen we het op. En die journalist was stom, met een mond vol tanden, heeft verder geen vragen meer gesteld. Dat is precies die drive, dat is precies die motivatie die je moet hebben. De juiste man, vrouw op de juiste plaats en aan het werk. Presteren, produceren. En Iwan, cijfers, cijfers, cijfers. Je hebt niets aan een verhaal. Iedereen heeft een verhaal. Het gaat om de cijfers die je moet halen. De doelen die je moet halen. De cijfermatige doelen. Dus net als op school met je rapport. Weet je nog, iemand vroeger, daar is het, die cijfers, een paar onvoldoendes. Dus je denkt, jeetje, dan kom je met een heel verhaal bij je vader en moeder. En dan zegt je vader of je moeder, ik heb niets te maken met jouw verhaal. Ik moet minstens een 6 een voldoende hebben. Dat geldt ook voor een land. Er zijn cijfers die je moet halen om hogerop te komen. Die moet je als doelen hebben en die moet je halen. Linksom, rechtsom. En dan blijft bij Suriname het grootste probleem. Oude systemen heeft Suriname, bijvoorbeeld onderwijs en arbeidsmarkt, zijn oude systemen. Daarmee gaat Suriname het niet redden. Dus voor de helderheid, Iwan, om te beginnen met deze regering, als ik de mannen en de vrouwen neem die Santokki tot minister heeft gemaakt, dan zeg ik, met de ernstige problemen waarin Suriname zit, ga je met deze regering het nooit redden.
je kan het beste vergelijken met wanneer je iemand een stok geeft van 2 meter om over een sloot te springen van 20 meter. Nou, dan kan ik je zo wel zeggen, die stok is te klein, de kans voor 20 meter. Dus kortom, Santokki... Het gaat toch ook niet om de ontwikkeling van het land. Het gaat erom dat wanneer je jezelf met borst vooruit gaat lopen, dat je denkt van, nou, ik ben hier de baas en ik zorg ervoor dat ik leiding geef aan een ploeg die minder is dan ik. En daarmee breng je dat hele land naar beneden, want je denkt dat jij belangrijk moet zijn. En dat is Santokki, lijkt mij. Ja, die indruk wekt hij wel. Ja, die indruk wekt hij wel. Nu geef ik hem nog het komende jaar. Want aan het einde van 2020... Nou, ik denk dat een heleboel mensen... daar krijg ik een heleboel berichten over. Ja. Daar moe van worden dat jij hem nog een jaar geeft en dit en dat. En zegt van, ja, zie toch dat die man niet deugt. Ja, nou kijk, bij het beoordelen van... heb je de kwestie van, zeg maar, inhoudelijk. Heb ik grote vraagtekens ook. Het hele benoemingenbeleid is gewoon fout. Ja, nou, maar ik heb ook een aspect van... geef wel even de tijd om gemaakte fouten te herstellen. Nou, en voor mezelf heb ik gezegd, wat is redelijk sportief en fair. En dat is halverwege zijn regeringsperiode, dat is dus eind 2022, het einde van het komende jaar, is halverwege de 5 jaren van Santokki. Als hij voor die tijd niet de nodige correcties aanbrengt, voor mij zou ik zeggen, een zakenkabinet formeren en het huidige kabinet in zijn geheel ontslaan. Een zakenkabinet van toppers, half mannen, half vrouwen, benoemen. Die op een zakelijke manier de problemen van Suriname gaat oplossen. Als hij dat niet doet het komende jaar, dan zal ook ik mijn conclusie moeten trekken. En met name dat diaspora-beleid, wat hij nog steeds zegt, dat komt er. Dat directoraat, diaspora. Maar hij begint niet bijvoorbeeld met het benoemen van een directeur. Ja. Voor dat directoraat. Ja. Dus kortom, iemand, het wordt het jaar van de waarheid. Ja, oké. Okay. Je hebt het, toen we over Nederland spraken, gehad over het milieu. Met name auto's die in een bepaald jaar, ik dacht in 2030... Nieuwe auto's. Ja. Juist, die nieuwe auto's althans, dat allemaal... CO2-neutraal moet zijn. Juist. Ja. Hoe zit het met het energiebeleid van Suriname? Ja. We hebben niet zoveel tijd daarvoor. Ik was al bang. Ik was al bang dat je dat zou vragen. Nou, niet goed. Niet goed. Weet je... Wat funest is in een land... Wanneer je geen kaliber mensen als minister en adviseurs hebt, dan ga je geheid de mist in, want Suriname heeft een gigantisch probleem met het ambtenarenapparaat dat niet functioneert en moet worden gehalveerd. Dus het is 2 keer groter dan de norm. Oké. Vervolgens heb je een vooruitzicht van olie. Suriname heeft een paar oliebronnen aangeboord. Die kunnen over 4, 5, 6 jaar geëxploiteerd worden. Maar Iwan, hoe verder we de jaren zich verstrijken, hoe minder fossiele brandstof, dus olie en gas, gebruikt moet gaan worden om die klimaatdoelstellingen te halen. Dat betekent dat Suriname dus al lang bedoel ik 10, 20, 30 jaar geleden, had moeten beginnen met een energiebeleid, alternatieve energiebeleid, en bijvoorbeeld zwaar had moeten inzetten op zonne-energie. Suriname heeft plenty zon. Dus je had allang een zonne-energie-industrie kunnen opzetten, waardoor een groot deel van de Surinaamse de energie in Suriname door zonne-energie zou worden opgewekt. Dat heeft Suriname niet gedaan. En komt nu met een ineens iets blauw hinein
uit de lucht vallen. Een waterstoffabriek die gemaakt gaat worden, waarvan alle tekenen erop wijzen dat het cowboy-investeerders zijn die bezig zijn. En volgens mij gaat Suriname de mist in. Ik heb aan een parlementariër gezegd, je moet vragen aan de regering, waar heeft deze groep investeerders, waar hebben zij zo'n waterstoffabriek ergens anders in de wereld gebouwd? En als ze dat kunnen zeggen waar, dan gaan jullie als parlement op bezoek daar bij die waterstoffabriek die deze investeerders hebben gebouwd. Maar ja, ik hoor helemaal niets. Een van onze mensen, die bijvoorbeeld gewoon heel goed is juridisch, is Hugo Asset. Die heeft die contracten die gesloten zijn met deze cowboy-investeerders doorgelicht. En die heeft gezegd, dit wordt een complete ramp. Suriname moet hier niet aan beginnen. Maar ja, kennelijk heeft de Surinaamse regering andere adviseurs. En Iwan, je moet weten, en dat weet Suriname natuurlijk ook, maar ja, kennelijk doen ze er niets mee. Arme landen, landen die praktisch failliet zijn, daar gaan cowboy-investeerders als aasgieren op af. Omdat ze weten, die landen zitten in een moeilijke positie, zoals Suriname. En die kan je om de tuin leiden en die kan je appelen voor citroenen verkopen. En die kan je dus benadelen, want ze hebben niet veel expertise. En Suriname moet oppassen, want anders wordt Suriname een prooi voor dit soort cowboy-investeerders. En dan gaan we er nooit uitkomen. Dus kortom, Iwan, wat moet ik zeggen? Land en volk van de gemiste kansen. Vernieuwingen. Suriname zit nog steeds met een heleboel systemen. Onderwijs. Onderwijssystemen in Suriname past niet meer bij het huidige Suriname. En helemaal niet bij het Suriname dat we willen bereiken. Welvaart en welzijn voor iedere Surinamer. Dat systeem, onderwijssysteem, past daar niet bij. Leidt daar niet toe. Arbeidsmarktsysteem, hetzelfde. We hebben bijvoorbeeld, ik noemde net het ambtenarenapparaat. De helft van het ambtenarenapparaat moet eigenlijk worden getransferd, overgeheveld, naar de productieve sectoren. En daar moet je een beleid voor ontwikkelen. Alles is beleid. Vastleggen in een beleidsplan met uitvoeringsregels. Je moet beleid maken, transitiebeleid, ambtelijk apparaat. De helft moet weg. En die moet je geschikt maken door omher- en bijscholing voor de productieve sectoren. Daar moet je een apparaat voor opzetten. Arbeidsbureau of arbeidsvoorziening of hoe je het ook wil noemen, om die transitie van ambtelijke sector naar productieve sector vorm te geven. Ja, beleid, uitvoeren dat beleid en zorgen dat iedereen in Suriname werkt, aan de slag is, voor zover ze dat kunnen. Kortom, een nieuwe aanpak, een nieuwe visie, doen we niet. Santokki die heeft de uitspraak gedaan toen hij president werd. Niemand wordt ontslagen. Terwijl heel Suriname weet dat het laatste jaar van de vorige regering hebben ze allerlei mensen aangenomen bovenop het toen al te grote ambtelijk apparaat. Dus Santokki die had moeten zeggen, jongens, we kunnen niet anders, we moeten dat apparaat gaan verminderen, een groot beslag legt het op de begroting van de regering. Maar dat heeft hij niet gezegd. Iedereen is toch gewoon aan de slag gebleven. Kost gigantisch veel geld. Als je straks olie en gas gaat exploiteren,
dan gaat men redeneren, wow, we hebben toch geld, we gaan straks toch extra geld krijgen. Dus waarom zou je dat ambtelijk apparaat gaan verkleinen? Maar dat is het paard achter de wagen spannen, want zo, om te beginnen, ze produceren niets. Het ambtelijk apparaat, ja, dat kost een heleboel geld, maar dat levert geen bijdrage aan de nationale productie. En dat is wat Suriname moet hebben. Productie, productie, productie. Want Suriname moet exporteren. Suriname is een importland. Suriname moet een exportland worden. Want als je exporteert, dan verdien je deviezen. Dan verdien je valuta's. En dat is nodig om je land te moderniseren. Om je land te ontwikkelen. Om je land mee te krijgen in de vaart der volkeren. Maar op de eerste plaats, Iwan, kom ik terug op wat we net over hadden. Gebruik je diaspora in het maak diaspora beleid. Leg het vast in een beleidsplan. Alleen dan gaan wij als diaspora Suriname willen helpen. Het doet me denken aan ik was een keer in Brussel, Iwan, bij een paar Marokkaanse vrienden. En hij zei tegen mij, hey, ga mee, vanavond komt de Marokkaanse minister naar Brussel om te praten met de Marokkanen in België. Dus ik ben meegegaan. De Marokkaanse minister begon, gegroet namens de koning van Marokko. En erg blij dat we bij jullie kunnen komen. En het verhaal van die Marokkaanse minister kwam erop neer. Jullie waren, jullie zijn en jullie blijven allemaal naast de nationaliteit van het land waar jullie wonen, blijven jullie allemaal Marokkanen en wij omarmen jullie allemaal. En toen kwam de tweede zin van die Marokkaanse minister. Jullie, wij verwachten van jullie twee dingen. We verwachten 1, dat jullie Marokko helpen door naar Marokko terug te komen met je expertise, met je geld, met je kapitaal. En dit is ons beleid, dat noemde hij een beleidsplan. Maar als jullie om welke reden dan ook willen blijven in Europa, dan kunnen jullie ons ook helpen. En toen noemde hij een paar dingen op hoe ze ook Marokko kunnen helpen als ze in Europa blijven. Geweldig, helder, duidelijke taal. En aan het einde zei hij ook, jullie zijn, blijven altijd Marokkanen. En wij houden van jullie. Applaus, applaus, applaus. Iwan, ik heb voor de verkiezingen een keer samen gegeten met Santokki. Zaten we naast elkaar te eten in Zaandam. Bij de installatie van de VHP-afdeling Zaandam. Toen zei ik tegen hem, je zou een geweldig ding kunnen doen voor in het kader van het diaspora-beleid. Door wat we vroeger hadden, Brazzade, jaarbeurscongresgebouw in Utrecht. Ieder jaar Brazzade. De dag waarop alle Surinamers bij elkaar komen in Utrecht. Een soort beurs. Bedrijven en noem maar op. En ook investeerders natuurlijk zullen komen. Dus herstel Brazzade. Hij zegt tegen me, ja, ik ga erover denken. Ja, aboe. Daar heb ik hem nooit meer gehoord erover. Allemaal van die dingen, Iwan. Innovatie, innovatie, innovatie. Als Suriname niet vernieuwend gaat denken, als Suriname zijn diaspora niet gaat inzetten in alle sectoren, en wat mij betreft nog steeds, wat ik Santokki toen geadviseerd heb, zorg ervoor dat je het voetballen, is een volkssport, het voetballen als speerpunt maakt van het diaspora-beleid. Dus toen de problemen met Dien Goreder waren, Iwan, toen dacht ik, Santokki gaat ingrijpen. Heeft hij niet gedaan. De minister van Sport schijnt te zijn mevrouw Emanuels, die naam, ik heb er nog nooit gezien. In de hele problemen met Dien Goree en de Surinaamse Voetbalbond heb ik op geen enkel moment de minister van Sport gehoord
over wat ze vindt van die problemen met Goré. Je zou toch als minister, als eerste moeten zeggen, Dine Goré, mag ik je uitnodigen om bij mij op het ministerie te komen, dat we een beetje praten over de problemen. Is niet gebeurd. President Santokhi heb ik ook op geen enkel moment gehoord waarbij hij Dine Goré heeft gevraagd om te komen op zijn kabinet om te praten over de problemen met Dine Goré met de Surinaamse voetbalbond. Iman, dat zeg ik tegen president Santokhi. Als je zo omgaat, vrijblijvend, eigenlijk met de diaspora, en vervolgens zeg je, ik hoop dat een heleboel diaspora-investeerders in Suriname gaan investeren, dan ben je jezelf voor de gek aan het houden. Okay. Want waarom zouden die diaspora-investeerders in Suriname investeren? Ja. Oké. Okay. Dus kortom, Iwan, Suriname, land en volk van de gemiste kansen. Het beleid, de beleidsmakers, de politieke leiders kunnen het tij keren, maar dan moeten ze willen een visie en ambitie hebben. En beleid daarop baseren. Owen, ik wil je hartelijk dank zeggen. Abu Iwan, graag gedaan. Tot de volgende keer. En Brasa voor de luisteraar. En in elk geval, fijne kerstdag. Ja, jullie ook, en Brasa, hè? Oké. Okay. Abu Iwan, bye bye. Nou, beste luisteraars, en dat was dus.